Holwert, een terpdorp langs de rand van de Waddenzee. Visserij en handel waren ooit een belangrijke bron van inkomsten. Het dorp was een welvarende haven aan zee. Maar die wilde verdween met de aanleg van de dijk die Holwert en de Waddenzee van elkaar scheidt. Nu, met de verandering van het klimaat, moeten we op zoek naar nieuwe manieren om te leven met water. Als het aan ondernemer Marco Verbeek ligt, wordt de dijk doorgebroken, zodat het zoute waddenwater weer kan stromen naar het achterland. Zo komt Holwert, net als vroeger, weer aan zee te liggen. Er ontstaat een getijdenmeer achter de dijk, waar niet alleen de natuur, maar ook de inwoners van het dorp van profiteren. Een doorbraak voor mens en natuur. We staan hier aan de boulevard van Holwert, nu nog niet te zien, maar dit is straks een prachtige boulevard. Wat weer economie aan het dorp brengt. Holwert was vroeger ook een handelsstad aan zee. Dat gaan we weer herstellen. En we beginnen feitelijk daar door een opening te maken in de dijk. En dan stroomt het water hier naar binnen en kunnen boten naar binnen varen. En dat moet ons weer de nieuwe economie brengen. Volgens Jouke van Dijk kan iedere toerist je wel vertellen waar Holwert ligt. Maar niemand stopt er om het dorp te bezoeken. Men passeert Holwert op hoge snelheid op weg naar de veerboot naar Ameland. Dat kan anders. Dit is wel eigenlijk een iconische plek voor mij. Het is natuurlijk aan de ene kant de zee en het land waar het bij elkaar komt. Nou ja, vroeger was het zo, als het heel hard stormde, dan gingen wij met mijn vader gingen we hier naar de en dan keken we hoe het stormde. En verder, ja, die zee, daar deden we eigenlijk heel weinig mee. En sommigen gingen zwemmen op de pier. Ja, verder stond je een beetje met je rug naar die zee. De bevolking gaat steeds meer zien dat die Waddenzee best bijzonder is. Nou, als je iets met toerisme wilt, dan heb je een werelderfgoed in je achtertuin. Heel lang hadden we dat gewoon helemaal niet door dat we daar iets mee konden. We maken een dijkdoorbraak en dan stroomt het water hier naar binnen. Die begint vrij breed en dan buigt hij iets af naar het dorp toe. En dan hebben we tussen de 35 en 43 hectare onder water staan. Want het is een getijdenmeer. Het gaat mee met eb en vloed. Dus de ene keer zie je veel water en de andere keer niet. Dat is ook een van de unique selling points van Holwert aan zee, dat je gelijk dat getij als bezoeker volledig ervaart. Dus je krijgt boten vanaf het wat ervaren naar binnen. Maar ook voor de ecologie is het kan, want we brengen hier weer een zoet-zoutverbinding. Dus het water hier waar we nu staan is zoet, buiten de dijk is het zout. En juist die zoet-zoutovergangen, ja, die zijn er bijna niet meer. En dit wordt een van de grotere plekken waar we weer een zoet-zoutverbinding maken. Het is een aanzet tot het verzachten van de randen van het wat. Dat is nu een hele harde kering, die groene dijk. Droge voeten zeker, maar het is eigenlijk één grote natuurramp, omdat je die overgangen mist. Nou, op die manier, met zo'n gat, maken we wel een aanzet tot het verzachten van de randen van het wat. Daar zie je de kwelders van het wat. En hier zie je de oude polders, zoals die allemaal ingepolderd werden. Vroeger was Holwert een vrij welvarend dorp met een hoop landbouw. Maar zo langzamerhand is heel veel van die werkgelegenheid in de landbouw verdwenen. Dus toen werd Holwert eigenlijk een krimpdorp. En toen uiteindelijk dacht men, ja, gaat dit zo door, dan loopt alles leeg. Nou, toen kwamen de mensen van Holwert aan zee, die dachten, hé, hier moeten we gewoon wat mee. En bottom-up vanuit het dorp heeft men bedacht van, nou, eigenlijk moeten we hier toeristische activiteiten hebben. Nou, daarvoor heb je nodig dat er zout water binnen de dijk komt. Holwert aan zee is ook een mooi voorbeeld voor klimaatadaptatie. Klimaat verandert, gaat sneller dan we denken. Dus je moet op zoek naar nieuwe modellen om te leven met water. Nou, Holwert aan zee is daar een mooi voorbeeld van. Dus we zullen beperkt water inlaten. Maar goed, als het water 1 meter plus hoog is, gaat de schuif in de dijk wel dicht. Het is wel een open verbinding, maar daar zit natuurlijk wel een stormvloedkering in. Want het blijft de primaire waterkering. Maar we gaan wel water naar binnen laten. Dus we gaan hier wel proberen om te leven met water. En zowel voor de economie als ook voor de boeren. En nu is de tijd rijp om ook dit gebied daarvoor te ontsluiten. Ik denk dat er nu gewoon een markt voor is die er vroeger niet was. En de economische activiteit die er vroeger was is verdwenen. Dus dan moet je wat nieuws. Maar zout naar binnen brengt ons ook mogelijkheden om aan de slag te gaan met zoutadaptieve landbouw. Want de hele wereld verzeelt, ook hier, ook al staan we hier dan wat hoger. Maar ook dit gebied verzeelt en we zullen naar een potaardappel moeten die ook tegen zout kan.
zilte landbouw. Nou, daarvoor heb je nodig dat er zoutwater binnen de dijk komt. Nou, dat is vrij revolutionair. Want de boeren die hadden altijd het idee van, aan die kant van de dijk is het water zoet en daar is het zout en we betalen het waterschap om dat zo te houden. Dat was gewoon de stand van zaken. Langzaam gaat dat schuiven. Zoet en zout bij elkaar, dat kan prima. Maar dan moet je het wel laten zien. Nou, dat gaan we hier proberen te doen. Nou, een beetje reuring in het gebied te krijgen. En dat lukt eigenlijk al. Er is nog heel weinig gebeurd. En toch het aantal huizen wat te koop staat in Holwert is al heel erg afgenomen. Dat iedereen liep toch rond met het gezicht naar beneden. Het is een gebied afgeschreven, hè? Wij doen er niet meer toe. En nu staan we ons gebied weer volop in de spotlights. En zie je toch weer een beetje de wederopstanding van het gebied.